Vandaag ga ik mijn kledingkast uitzoeken en gedeeltelijk inpakken. Stap 1 is alle kleding op het bed gooien. Het eerste item dat weggaat. Want ik weet wel dat ik idioot veel kleding heb. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik mijn kledingkast uitzoeken en gedeeltelijk inpakken. Het doel van deze video voor mezelf is niet zozeer dat ik zoveel mogelijk kleding weg moet doen. Maar dat ik gewoon kritisch door al mijn kleding heen ga en gewoon bekijk van nou, waar word ik nou nog echt blij van? Wat ben ik echt nog van plan om te gaan dragen? En wat ligt nou echt al zo lang in de kast te versloffen en raak ik gewoon niet aan? En ik wil het ook weer eventjes wat netter op de planken, dat het er even goed gesorteerd is en zo. Want bij mij, als ik dan foto's ga maken en zo, dan trek ik van alles eruit en dan past het vervolgens weer niet terug erin en dan belandt het op de grond en één grote puinzooi is het op het moment. Ik ga binnenkort verhuizen. Dat hebben jullie vast al gezien op mijn kanaal. Ik ben ook verhuisvlogs aan het maken. De kledingkast gaat trouwens niet mee verhuizen. Die hebben we 5 jaar geleden bij Leen Bakker gekocht. En die viel echt na een paar maanden al gedeeltelijk uit elkaar. Letterlijk. Alle lades zijn er bijvoorbeeld uit. En ja, het is gewoon niet de kast die we mee willen nemen naar het nieuwe huis. Gezien die sowieso al heel erg lang incompleet is. Maar ook niet groot genoeg is voor ons beiden. Want dat is dus de kledingkast van Joey en mij samen. Wat ik wel ook wil gaan doen is dat ik mijn zomerkleding alvast separeer van mijn andere kleding. Want die kan ik gewoon alvast lekker gaan inpakken. Ik denk dat ik dat in, ja, misschien in vuilniszakken of zo ga doen. Dat hoeft niet per se in een doos wat mij betreft. Ik denk dat dat slimmer is om het in vuilniszakken te doen. En dat ik het dan even label. En dat ik de rest van de tijd dat we hier wonen alleen nog van mijn herfst- en winterkleding kan pakken. En ik denk dat dat ook meteen heel veel rust in mijn kast gaat geven. Al is het dan dus maar tijdelijk. Maar daar verheug ik me in ieder geval heel erg op. Als je er zin in hebt, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je deze video een like geeft. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, doe dat dan vooral ook eventjes. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe video's. En ik zie in mijn statistieken dat ongeveer 60% van mijn kijkers geabonneerd is op mijn YouTube kanaal en 40% niet, maar dat die dus wel ook naar mijn video's kijken. Dus mocht je regelmatig kijken, abonneer je dan eventjes. Is voor jezelf handig en voor mij ook heel erg fijn. Oké, let's go. Stap 1 is alle kleding op het bed gooien. Ja, ik heb geleerd van Marie Kondo. Het lijkt meteen al zo'n berg. Het is ook een berg. Maar dit zijn nog maar 2 planken. Dat is echt niet normaal. Nou ja, nog 2 planken te gaan en het hanggedeelte. Because the lady is a tramp, she's a vixen and a vamp, she's a ta-ta-ta-ta-ta-ta. Come on, fellas, place your bets, cause you ain't seen nothing yet. She's a top, top, she's the best. Nou jongens, daar is hij dan. Mijn berg met kleding. Ja, altijd als je het zo ziet is het echt idioot veel. En dat is het ook gewoon. Het is echt heel erg veel kleding. Maar wat ik dan altijd zo gek vind, als je dan hier kijkt. Dit was letterlijk alles waar het uitkwam. Dus dat zijn 1, 2, 3, 4 planken. Daaronder liggen namelijk alleen maar panties en een paar riempjes. En dus ongeveer 3/4 van het hanggedeelte. En hier hingen ook mijn zomer- en winterjassen die ik niet veel draag. Hoeveel kastruimte heb jij voor jouw kleding? Daar ben ik echt oprecht heel benieuwd naar. Want ik weet wel dat ik idioot veel kleding heb. Als ik het vergelijk met bijvoorbeeld mijn moeder, mijn zus, vriendinnen, ook niet-influencer vriendinnen. Dan is het eigenlijk wel normaal om deze hoeveelheid kastruimte te hebben voor je kleding. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd of, ja, hoeveel kledingruimte hebben jullie? Kastruimte bedoel ik. En hiermee bedoel ik trouwens niet te zeggen dat het dan dus normaal is om zo'n stapel kleding te hebben hoor. Trouwens, dat is helemaal niet mijn doel, maar meer gewoon oprechte interesse. Hoeveel kastruimte heb jij? En passen er dan bijvoorbeeld 1 of 2 stapels naast elkaar op een plank? Want bij mij passen er dus in principe 2 stapels naast elkaar. Maar daar moet ik dus de kleding heel smal opvouwen, waardoor het dus al snel een hoge stapel wordt. Nou ja, anyway, ik ga weer aan de slag. Nu is dus eigenlijk het plan dat ik gewoon per item, per kledingstuk ga bedenken of dit iets is wat ik wil houden. Does this spark joy? Allereerst dit korte broekje. Ik begin gewoon heel random en ik blijf ook heel random gaan. Dit broekje vind ik heel erg leuk, die hou ik. Is wel zomerkleding, dus die ga ik even in een apart vak leggen, zodat ik ook daar niet straks meer in hoef uit te zoeken. En dat ik gewoon weet van oké, dit kan worden ingepakt.
Dan heb ik hier een donkergroene blazer. Die vind ik ook nog steeds heel leuk. Die hou ik. Mijn geliefde oversized spijkerjas wil ik zeker houden. Is wel zomerkleding, dus die gaat ook apart. Dit rokje wil ik houden. Dan heb ik hier nog een korte broek. Die wil ik ook graag houden. Deze rok wil ik ook graag houden. Dit is allemaal zomerkleding. Dan heb ik hier een wintersrokje met glitters. Vind ik heel erg leuk. Wil ik graag houden. Hier heb ik ook een rokje dat prima in de herfst en de winter kan. Van ja, een beetje suède-achtig. Die hou ik ook. Ja, dan hebben we hier een jurk die ik niet vaak draag. Maar die wel echt van hele fijne kwaliteit is. Lekker dik. En die ook prima voor in de herfst en de winter kan. Die hou ik. Hij heeft ook een klein colletje. Hier ook zo'n maxi jurk. Die hou ik ook. In het beige met leuke mouwtjes. Dan deze maxi jurk. Die hou ik ook. Is altijd super leuk voor rond de feestdagen. En dan hebben we hier mijn volgende feestelijke jurk. Die vind ik ook echt prachtig. Die hou ik ook zeker. Die had ik vorig jaar aan bij kerst. Dit stapeltje even opruimen. Dan hier mijn bruine leren jasje. Prachtig, maar zomerkleding. Dus kan opgeruimd worden. Ingepakt bedoel ik. Hier mijn little black dress. Die heb ik een paar maanden terug gekocht, maar nog niet aan kunnen doen. Want ja, wie draagt er nou een cocktailjurkje midden in een pandemie? Maar die hou ik dus zeker. Dit jurkje, oh ja, dit is zo'n jurkje. Does this spark joy? Ja, absoluut. Want hier heb ik gewoon bijzondere herinneringen aan. Ik draag hem niet vaak, maar deze kan ik gewoon niet wegdoen. Die is gewoon heel bijzonder voor me, dus die hou ik. Ik twijfel alleen of dit nou zomerkleding is of niet, want het is een heel dun jurkje. Maar qua kleur is die wel herfstig. Ik hou hem nog even bij de herfstkleding. Een maxi jurk zomer, maar die wil ik wel houden. Dan heb ik hier een hele mooie jurk die eigenlijk altijd kan, die hou ik ook. Dan deze jurk, die heb ik ooit overgenomen van Sarah. Omdat het niet helemaal haar ding was. Ik vind hem wel heel erg leuk. Ik heb hem ook al een paar keer gedragen. Dus deze hou ik, maar gaat bij de zomerspullen. Mijn winterjas, die hou ik. Hier nog. Dat zijn echt mijn hele dikke winterjassen. Deze ook, die hou ik ook. Dan dit roze jasje. Die vind ik ook nog steeds heel leuk. Gaat even op de grond bij de jassen. Dit blouseje tweedehands vind ik ook heel leuk. Kan ook prima in de herfst, winter. Deze draag ik eigenlijk nooit meer. Dus deze gaat weg. Het eerste item dat weggaat. Dan heb ik hier mijn prachtige jurk voor toen ik ging afstuderen. Gewoon bij mij thuis in de achtertuin. Toen lag mijn vader in het ziekenhuis. Maar ik vind dit echt een prachtige jurk. Die ga ik ook nooit wegdoen. Ook al draag ik hem dus niet vaak. Ik heb hem inmiddels naar twee gelegenheden kunnen dragen. Maar het is ook wel echt een mooie, bijzondere jurk natuurlijk. Maar die kan trouwens wel worden ingepakt. Want dit is niet iets wat ik de komende tijd ga dragen. Dan heb ik hier dit blouseje. En die is eigenlijk niet meer echt mijn ding. Zo'n houthakkersblouse. Maar ik vind hem net iets te donker voor mij. Dus die gaat weg. Deze zien jullie me natuurlijk wel heel vaak dragen. Die corduroy blouse, die hou ik. Dit jurkje vind ik ook nog steeds heel erg cute. Ik draag hem niet vaak. Maar ik vind hem wel ontzettend leuk voor de herfst en de winter. Mijn zwarte sterretjes spijkerjack hou ik natuurlijk ook. Maar gaat nu bij de zomerkleding. Kijk, op dit jasje ben ik dus helemaal dol. Dit is mijn leren jasje. Heb ik echt al 5 jaar, misschien langer zelfs wel. Maar die is dus helemaal kapot aan het gaan aan de binnenkant. En elke keer als ik hem aan heb gehad, dan zit ik helemaal onder de zwarte, ja, stukjes, zeg maar. Omdat dit dus loslaat. Dus deze ga ik nu wegdoen, helaas. Dan heb ik hier dit jurkje. Ja, die vind ik zeker nog leuk, maar is een zomerjurkje. Deze playsuit vind ik ook nog steeds heel erg leuk. Maar er zit net iets te strak en daardoor pak ik hem steeds niet in de zomer. Dus die gaat weg. En deze jurk heb ik al 2 jaar denk ik inmiddels. En deze jurk vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar is ook echt wel zomerjurk. Dus die gaat ook weg voor inpakken. Dit is een wrap dress. Die vind ik heel erg leuk met bloemetjes erop. Die hou ik, maar gaat bij de zomerkleding. En hetzelfde geldt voor dit jurkje. Super cute. Maar kan worden ingepakt. Dan heb ik hier een heel oud roze vest. Maar dit is echt zo'n heerlijk lekker huisvest. Dus die hou ik zeker. Die kan bij de herfst- en winterkleding. Deze rok vind ik ook nog prima kunnen in de herfst en de winter. Dus die blijft daar ook. Dit is een zomertopje. Dan heb ik hier nog een zomerjurkje. Hier heb ik een hele stapel met zomerkleding. Ik ga even kijken wat ik hiervan wil houden. Deze kan weg en deze top kan ook weg. Deze top is ook niet meer zo. Die kan weg. Deze vind ik wel heel erg leuk. Die wil ik houden. Deze wil ik houden. Deze wil ik houden. Deze wil ik houden. Deze kan weg. Deze. Twijfel ik een beetje over. Is wel leuk voor bij de feestdagen. Misschien met een blazer erover. Die hou ik. Dan heb ik hier nog een kanten paarse top.
draag ik echt nooit en elke keer hou ik hem. Ik doe hem nu weg. Deze zwarte vind ik wel nog leuk voor aan de achterkant, maar is wel zomerkleding. Dus die ga ik inpakken. Ja, deze vind ik echt niet meer leuk nu. Die gaat weg. Zo'n synthetisch stofje ook. Deze is ook zo'n synthetisch stofje, maar ik vind deze nog steeds wel leuk. Dat is ook handig voor als je een keer wat netter gekleed moet, dus die hou ik. Dan doe ik deze twee bij de herfst- en winterkleding en de rest kan bij zomertops. Dan heb ik hier dit roze corduroy jasje. Vind ik nog steeds heel erg leuk. Kan bij de zomerkleding. Dit was ooit een oude trui van Joey. En die heb ik van hem overgenomen. Die hou ik natuurlijk ook. Dus er staat Feyenoord Rotterdam. En dit is een lekkere chill trui. Hier heb ik weer een stapeltje. Even kijken. Deze hou ik. 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 Deze kan nu weg. Deze hou ik. Deze hou ik. Deze hou ik. Deze hou ik. En even kijken. Ja, dat was dit stapeltje. Dit hou ik allemaal. Het is allemaal zomerkleding. En dan heb ik hier dit jasje. Draag ik niet vaak, maar vind ik wel nog leuk. Maar is wel ook voorjaarskleding. Dus die gaat bij de zomerspullen. Mijn nieuwe blazer, die hou ik natuurlijk. En is ook herfst en winter appropriate. Deze vind ik ook altijd super chill. Lekker warme overhemdblouse, die hou ik ook. Deze slipdress hou ik ook, maar kan bij de zomerkleding. Deze heb ik echt met heel veel liefde gedragen. Vind ik echt een heel leuk jurkje. Maar elke keer als ik hem draag en ik zie een foto van mezelf terug met dit jurkje, dan denk ik, hij staat me eigenlijk helemaal niet zo goed qua vorm. Dus ik ga hem nu wegdoen, maar ik weet zeker dat iemand anders hier in de kringloop heel erg blij van kan worden. Een van mijn favoriete blousjes, die hou ik. Deze gaat nu weg. Dit is ook een blousje, maar van zo'n heel synthetisch stofje. Ik heb deze best wel vaak gedragen, maar ik heb inmiddels bijvoorbeeld deze als vervanger. Lijkt best wel een beetje op elkaar. Dus dan kan die weg, want deze is wel van een fijn stofje. Dan dit leuke jasje. Super mooie kwaliteit met hele mooie details erop. Die hou ik, maar die gaat bij de zomerkleding. Dit jasje, dit is een blazer van linnenstof. En dat zit echt super lekker. Maar hij is eigenlijk twee maten te groot voor me. En hij zit zo vormloos bij me dat ik die nu weg doe. Ik heb hier ook de pantalon van. En die zit echt perfect. Dus die hou ik wel. Die komen we straks vast en zeker ook nog tegen. Maar ja, de blazer gaat dus weg. Dit is een jurkje. Kan ook prima in de herfst en de winter. Dan heb ik hier een paar hangkleding dingen. Dit jurkje vind ik nog leuk. Dit jurkje droeg ik op Saars bruiloft. Wil ik ook graag houden. Deze ga ik nu wegdoen. Is een denim jurkje. Maar daar vind ik mezelf inmiddels een beetje te oud voor qua gevoel. Niet qua leeftijd. Dus die gaat weg. Deze vind ik wel nog leuk. Een blousje. Die hou ik. Deze jurk vind ik ook echt prachtig. Die hou ik ook. En dan heb ik hier nog een heel mooi... Ja, ik vind het echt een luxe blouse, noem ik het altijd. Het hele mooie, een beetje goudkleurig groen of zo. Die hou ik ook. Dan mijn lila blazer, die hou ik zeker. Heb ik echt al met veel liefde en plezier gedragen. Dan dit jurkje, die ga ik denk ik wegdoen. Ik vind hem echt geweldig leuk. Maar hij heeft en lange mouwen en hij is heel lang tot aan de bijna onderkant van mijn been. Alleen hij is te koud zonder panty en ik vind hem in het voorjaar te warm. Dus dit is gewoon zo'n jurkje dat ik denk, wanneer moet ik dat nou dragen? En met panty vind ik niet leuk staan, omdat hij dus bijna helemaal tot aan mijn enkels komt, zeg maar. Dus deze gaat nu weg. Deze rok vind ik geweldig, gaat bij de zomerkleding. Hier heb ik nog een jurkje dat bij de zomerkleding kan en deze ook. Ja. Dan heb ik hier dit rokje, dat is echt zo'n schoolmeisjes rokje. Vind ik echt super leuk. Kan ook prima in de herfst en de winter. Hier heb ik een t-shirt voor in de zomer. Die wil ik graag houden. En dit t-shirt wil ik ook graag houden. Ik ga nu even een klein beetje doorspoelen, anders duurt het heel erg lang. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Kijk jongens, daar is hij, de broek die bij de blazer hoort. De blazer doe ik dus weg, maar de broek is echt geweldig. Het is echt een heerlijke pantalon, dus die hou ik.
Zo, bed is nou zeker niet leeg, maar dit moet allemaal nog in mijn kast. Maar ja, dan moet ik gewoon even allemaal netjes opvouwen en ophangen. Daar ligt sportkleding en een muts. Dit is wat er allemaal naar de kringloop gaat en hier ligt voornamelijk kleding die ik niet meer pas. Een aantal broeken bijvoorbeeld die een flink stuk te groot voor me zijn inmiddels. En er liggen ook een aantal kledingstukken bij die gewoon niet meer mijn ding zijn. Bijvoorbeeld deze heb ik ooit gekocht bij H&M, maar ja, is zo'n off-shoulder top. Maar ik voel me daar altijd een beetje, ja, ik vind het meer iets voor een jong meisje, zeg maar, of zo, weet je wel. Dus dat soort dingen liggen er ook tussen. Of kledingstukken die ik al zo vaak heb aangehad dat ik erop uitgekeken ben. Zoals bijvoorbeeld deze top. En ja, dit gaat dus lekker naar de kringloop allemaal. Ik heb even een korte lunchpauze genomen. En inmiddels is het tijd om alles weer in de kast te doen. En Joey kwam net thuis en die zag al mijn zomerkleding in vuilniszakken staan. En toen zei hij, ja maar Lot, waarom doe je dat niet gewoon in vacuümzakken? Toen dacht ik, oh ja, dat neemt natuurlijk veel minder ruimte in beslag. Dus dat ga ik straks proberen. Maar eerst ga ik nu even al mijn kleding, nou even, ik denk dat het ook wel weer een uur duurt, even alles opvouwen en ophangen. Oké, ik heb echt geen zin meer, maar het moet. Zo, dit geeft me wel echt rust, moet ik zeggen. Want ik had hier natuurlijk ook gewoon zomerjurkjes en zo tussen hangen. Maar die zijn er nu dus allemaal uit. Dus ik heb opeens A, weer een heleboel lege hangers. En B, kan ik weer gewoon lekker er doorheen. En is alles weer even een soort van op kleur gesorteerd. Deze, ja, die past echt nergens tussen. Dat is echt de enige felblauwe kleur die ik heb. Maar in ieder geval, al het groen hangt weer bij elkaar. En ik heb weer wat meer overzicht. En ja, ik zie ook weer dingen dat ik denk, oh, die heb ik echt al lang niet gedragen. Bijvoorbeeld deze jurk. Die zit echt super lekker. Die moet ik echt weer wat vaker aan. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dan ga ik nu alles op de planken neerleggen. En dan zien jullie zo het resultaat. 346 minutes later. Jongens, ik ben klaar. Inmiddels is het aan het schemeren buiten. Dus heb ik de slaapkamerlamp aan moeten doen. En het was best een behoorlijke klus. Maar wat een opluchting als je je zomerkleding niet tussen je winterkleding hoeft te hebben, zeg. Dat scheelt echt best wel veel ruimte. Ik heb gewoon opeens 3 stapeltjes minder. Ik zal jullie even het eindresultaat laten zien. Als ik nu mijn kast open doe, dan ziet het er zo uit. Hier liggen mijn longsleeve tops. Dat zijn al mijn rokken voor in de herfst en de winter. Dan zijn dit mijn sweaters. En ik heb nog meer sweaters, maar dit zijn zeg maar mijn leuke truien die ik regelmatig draag. Ook gewoon als ik met iemand heb afgesproken of zo. Nou, jullie snappen vast wat ik bedoel. Dan is dit de plank met broeken. Oh ja, en trouwens, hier heb ik dus ruimte aan de zijkant. Maar het vervelende is aan deze kast, dat is trouwens mijn kersttrui daaronder, dat je niet echt nog een stapeltje daarnaast kunt maken. Want dat is gewoon dan te weinig ruimte en dan wordt het een beetje proppen. Zoals het dus hier eigenlijk net wel past. Of net niet, het is maar net hoe je het ziet. En hier bij de broeken heb ik dat dus ook. Links zijn al mijn spijkerbroeken en er ligt trouwens ook een corduroy broek tussen, maar goed. En rechts zijn al mijn pantalonachtige broeken, waar ik trouwens best wel veel van heb, kwam ik opeens achter. Maar wel echt allemaal met verschillende stofjes. Deze is van faux leather, dit is zo'n velvet, deze zijn gewoon van stof. Deze is van, van dat hele zachte truienachtige stof. Nou, dan heb ik hier 2 glitterbroeken. Die zijn ook weer net anders, want deze is flared en deze is met rechte pijpen. Hier 2 zwarte pantalons, eentje met rechte pijpen en eentje flared. Hier heb ik nog een bruine pantalon, mijn beige en daaronder nog mijn leopard flared. Ja, allemaal verschillende, maar best wel veel, zoals je kan zien. Ik ben dat echt gaan houden het afgelopen jaar. En dan heb ik hier dus nog meer truien. En dit zijn meer echt mijn chill truien. Dus veel truien met capuchons en wat sportievere modellen ook, hoodies en zo. En dan hieronder is het een beetje een rommeltje, maar daar kom ik niet zo heel erg vaak. Daar zijn mijn panties. Daarachter ligt mijn sportkleding, heb ik niet zoveel van. Hier heb ik van die onderhemdjes die ik graag draag onder truien en onder blouses en zo. En daar heb ik de
t-shirts, of nou ja, de korte mouwen tops die ik in de herfst en de winter draag. Dat zijn er dus echt heel weinig. En het hanggedeelte is uiteindelijk toch nog best vol komen te hangen. Dat komt omdat ik dus niet wilde proppen door weer twee stapels naast elkaar te doen. Dus ik heb besloten dat ik mijn vesten ook hier wilde hangen. Dus nu heb ik ook mijn vestjes hier ertussen gehangen. En die zijn natuurlijk allemaal best wel dik. Zoals deze is echt mega wollig. Maar ja, zo kan ik in ieder geval goed zien wat ik allemaal heb. En ik denk dat ik ja, nu ook weer interessantere combinaties kan gaan maken. Misschien omdat ik gewoon beter overzicht heb. Dus dat was een flinke klus voor vandaag. Voor op deze druilerige zaterdag. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het heb gedaan. En ook weer een stapje dichter bij de uiteindelijke verhuizing. Als ik een nieuwe kast heb in het nieuwe huis en ik ga die inrichten, dan gaan jullie dat natuurlijk ook zien. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.